Zo, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Mooie zondagmorgen? Nee, want het regent. Lekkere zondagmorgen? Ja, denk het wel. Oeps. In ieder geval gaat zij de wereld rond. Zoals je waarschijnlijk ziet in de achtergrond, ik sta niet in het bos. Ik sta niet in het bos. Ik ben gaan fitnessen meteen. Want ja, het weer is natuurlijk niet zo heel erg denderend. En als ik de keuze heb om nat te worden door het zweet, vind ik best. Maar om bijvoorbeeld aan nat te worden van de regen en dan nog te moeten gaan zweten, daar ben ik niet zo van. Dus, zijn we vanmorgen lekker naar de sportschool geweest. We hebben even een lekker rondje gedaan. Van ongeveer 40 minuten. Dus, dat heb ik ook weer gedaan. In ieder geval iets. Gisteren een feestje gehad van mijn dochter. Die wordt bijna 20. En het was wel laat geworden. Ik had wel een paar biertjes op. Maar niet dat ik zeg van, hey, dit is te veel. No way. En dan gaan we lekker zondagmorgen sporten. Dat is dan wel het fijne als je dan toch ook een abonnement hebt bij de sportschool. Dat je dan toch naar binnen kan. En dan daar je ding kan doen. Toen voor 2 jaar geleden de sportscholen dicht waren, had ik nou even tussen haakjes een probleem gehad. Dat had ik niet, want toen deed ik gewoon oefeningen thuis. En dan is het ook nog eens keer zo dat meestal echt 's morgens vroeg, kijk nu was het ook wel 's morgens vroeg, maar minder vroeg. Meestal ga ik rond een uur vallen, wacht sta ik op en dan ben ik rond 8:15, 9:15 ben ik in het bos. En ik heb eigenlijk nog zelden meegemaakt dat het rond die tijd ook echt regent. Dat het eruit komt zoals nu. Meestal is dat op een latere tijdstip. En dan loop je onder de bomen. Dus als het dan een klein beetje misert, dan ben je toch nog redelijk wat beschut door de bomen waar je onderdoor loopt. En natuurlijk alleen op de plekken waar je dan geen beschutting hebt. Dan krijg je natuurlijk wel te maken met de druppels. Maar over het algemeen valt het dan toch wel mee. Alleen nu niet. Vandaag was ik wat later op en dan heb je meer regen. Ja, dan is de keuze makkelijk. Dat zeg ik dan nogmaals. Omdat je dan het abonnement hebt, ga je dan toch sneller naar de fitness overdekt sporten dan wanneer je eigen maar nat laat regenen. Dat dus. Nou, vanmiddag weer naar het voetballen. Ik hoop dat we vandaag in ieder geval iets beter mee omgaan. Vorige week was drama. Ga ik er niet over beginnen, laat maar zitten. What next? Als het erover gaat beginnen. Maar goed, alles bij elkaar. Moet je zich een beetje voelen. Nou, vanmiddag dat slijt. Natuurlijk ook PSV Feyenoord. Ben benieuwd wat het gaat worden. Natuurlijk ook PSV. Dus dat is logisch. Als je PSV supporter bent. Ja, boe, boe, boe. Maar voor mij niet. Maar dat komt goed. Denk ik wel. Mag ik hopen. Het is af en toe lastig. Kijk, ze zeggen altijd de bal is rond. En je kan nog zo goed spelen, maar de Cruyffiaanse uitspraak, als je een goal meer maakt dan een tegenstander, heb je gewonnen. Maar ja, dan moet je ze wel maken. En als je ze niet maakt, en zij maken hem, ben je verloren. Zo simpel is het. Maar goed, we zullen het wel zien straks.
ik heb er op zich wel een goed gevoel bij. Ik heb er wel een goed gevoel bij vandaag. Ondanks dat het een beetje klote weer is. Zo mag ik het echt wel een beetje omschrijven. Denk ik wel dat we vandaag de puntjes mee naar huis nemen. Maar goed, we weten het nog niet. Oh ja, ik mag daar niet even wat kratjes gaan tellen. Oh, die moeten nog binnengezet worden. Dan ga ik maar even gauw beginnen. Nou, bij deze, dan sluit ik nou af. Dan zou ik in ieder geval zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En nogmaals, als je deze leuk vindt en de rest ook allemaal leuk vindt, even een duimpje omhoog. Eventjes abonneren op dit kanaal. En dan komt het helemaal goed. Denk ik. Of niet. Maar goed, maakt niet uit. Ik zie maar. Duimpje omhoog. Abonneren. Helemaal top. Dan zie ik jullie volgende week weer terug. En dan zeg ik zoals altijd, een hele kleine tjoe.